Zoals elk goed verhaaltje begint, starten we met er was eens een woonwagen die je in deze buurt rondtrekt om gooi authentieke en sappige verhaaltjes te sprokkelen. Ons buurtverhaal is eigenlijk een project dat momenteel als pilootproject wordt opgestart en wordt uitgerold in 3 gemeenten, Forselaar, Ole en Herenthout, waar we zijn. Dus eerst wordt er een buurt geselecteerd in overleg met lokaal bestuur. We gaan een beetje in kaart brengen hoe dat die buurt eruit ziet. En dan gaan we met onze woonwagen naar de buurt. En dan gaan we kijken wat we verzameld hebben van verhalen en kijken of daar iets van erfgoed tussen zit dat verbindend kan werken. In het kader van zorgzame buurten hadden wij een omgevingsanalyse gemaakt en gemerkt dat de omgeving hier een buurt is waar kwetsbare groepen wonen, maar ook misschien omdat er nog te weinig dienstverlening of dingen aanwezig zijn. Voor ons is het heel belangrijk dat ons buurtverhaal een experiment kan zijn waarbij dat we gaan variëren in methodieken en echt ons afstemmen op de verschillende soorten buurten. Want we hebben al gemerkt dat de één buurt niet de andere buurt is en ze allemaal een andere aanpak vragen. En we hopen op het einde van het anderhalf jaar dat het project nu loopt een soort van draaiboek, een handleiding te hebben waarmee dat we naar de volgende buurten kunnen gaan. We merken wel dat we gaan praten over vroeger, dat mensen elkaar terugvinden waar vroeger geen sociaal contact meer was. Dat ze gaan praten over dingen die vroeger hier in de wijk gebeurden, dat dat toch wel verbinding vindt. En dat denk ik dat dat inspiratie kan zijn voor andere gemeenten, omdat het is niet ingewikkeld, het is eenvoud en eenvoud siert. Doorheen het project werken we aan een aantal eindproducten. Eén daarvan is een buurtkrantje. Dat wordt een publicatie waarin we eigenlijk de best of gaan publiceren en we eindigen elk project met een buurtfeest. Het effect is dat we elkaar ontmoeten, elkaar beginnen terug te babbelen en misschien ook in de toekomst beter voor elkaar gaan zorgen. We merken ook heel hard dat mensen zich comfortabel voelen, dat van het moment dat ze de stap hebben gezet om de woonwagen te betreden, dat eigenlijk alles vanzelf verloopt. Ik ben zelf van Herenthout, maar door het project mee op te starten ben ik wel verhalen te weten gekomen die ik zelf nog niet wist. Dat hier vroeger een paardenkoers zou geweest zijn of dat er hier ooit wel een serieuze brand was en geen brandweg. Ik denk dat ik voor mij en mijn collega kan spreken dat we ons ondertussen heel thuis voelen in onze woonwagen en dat we ontzettend veel leuke nieuwe mensen mogen leren kennen.